Bij de verdeling van de boedel is het soms zo dus dat je uiteindelijk bij de rechter belandt en dat je bij de rechter wil afdwingen dat wanneer het grootste deel van de partijen eens is met de verdeling en één of twee mensen niet eens is, dat de rechter dan een vonnis geeft waar dan het bedrag, de waarde van de andere mensen wordt gestort en dan is in feite de verdeling daar beëindigd, de boedelverdeling. Mijn vraag is of je zodanige voorzieningen kunt treffen in die BW, daarom was mijn vraag van, is het mogelijk iets in te bouwen, dat je zodanige voorzieningen kan treffen dat het, wanneer de meerderheid bij elkaar is en eens is over de verdeling en de wijze van verdeling, dat je dan misschien via het proces bij de rechter dan kan afdwingen van, luister, en nu gaan we het verdelen en zo gaan we het verdelen. Los van zoals het nu is, nu moet je bijna 90% van de aandelen hebben. Oké, okay. Is het duidelijk dus dat het moment dat je een meerderheid hebt van stemmen, die het met elkaar eens is dat die moet worden afgehamerd? Ook al vindt één persoon maar dat het verdeeld moet worden, kan dat bij de rechter worden afgedwongen. Dat is nu al zo. Als er 10 kinderen zijn en één wil verdelen en de rest niet, dan gaat die ene naar de rechter en dan gaat de rechter de scheiding en deling bepalen. Tenminste, de rechter gaat bepalen dat de boedel verdeeld moet worden. Dat is geldend recht. Daar hoeven we niet op te wachten op het nieuwe BW. Zijn vraag is, als ik mag, of het slim zou zijn om het wel op te nemen in het nieuwe BW. Wat we nu hebben is dat als eentje dwars ligt, gaat niets door. Zijn vraag... Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg als één wil verdelen, dan wordt het verdeeld. Dat is het. Eén persoon, als er 10 kinderen zijn en één wil verdelen, dan gaat die naar de rechter en zegt ik wil scheiding en deling. En dan wordt het verdeeld. En nou, natuurlijk komt er dan nog een traject naar, we moeten het eens worden. Maar zelfs als we het niet allemaal eens worden, dan zijn er in de wet ook weer voorzieningen opgenomen. De zwaarigheden, procedure, onzijdige personen. De wet heeft die voorzieningen. Je kan wel uit een boedel komen.